joh, wat is dat? Wow. Hij heeft propellers. Oké, die wil ik zien. Games. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. En vandaag doen we weer Pokémon Go. Maar vandaag is iets awesomes. Pokémon Generatie 2 is uitgekomen. Op de nurbij zijn allemaal nieuwe die ik nog niet heb. Behalve twee. Zijn er al twee gespand? Oké, ik ga er gelijk eentje vangen. Deze heb ik dus nog niet. Wow, Sentret. Ik heb echt nog geen idee welke goed of slecht zijn. En we hebben hem. En in Pokédex. Ik heb geen idee dus welke nog echt de goede of slecht zijn. Pidgey weet ik die slecht. Met de nieuwe Pokémon weet ik dat nog niet, dus ik vang hem gewoon nog een keer. Dus ik weet niet of ik nu een goede of slecht zit te vangen. Nee, ik heb alleen nog Ultra Balls, dan moet ik even veranderen. Pokestop. Dus Pokémon Generatie 2 is uit, er zijn meer dan 80 nieuwe Pokémons. Weer nieuwe. Bean. Kucha. Echt, ik moet ook nu nog de namen leren. Ik heb geen idee of deze goed of slecht is. Maar daar gaan we vandaag allemaal achterkomen. Holy shit, dit is zo vet. We gaan verder. Op avontuur. Oké, en we zijn in het bos aangekomen. En net had ik ook een stukje gevlogd. Maar mijn screenrecorder film niet. Ik had een spinnenrak gevangen. En een hoed. Oké. En vanochtend ving ik deze Ladyba. Het zegt me allemaal nog niks. En deze Piloswine. En dat is de tweede evaluatie. En daarvoor hoort er nog eentje. Dus dat is nice. Ik vind generatie 2 zo vet. Er spant nog zo'n spinnenrek. Volgens mij heette die zo. Ik ben het al lang vergeten. Ja, spinnenrek. Maar ik heb alleen nog ultraballs. Dus ik moet snel naar Pokestop om normale pokeballs te halen. Oké, er spant hier nu een Kabuto. Die is niet in de generatie 2, maar hij is wel zeldzaam. Dus die vang ik even. Nee. Uit een ultrabal. Gadim. Hey, en een Growlithe. Die is echt handig, want ik kan al bijna evolueren naar een Arcanine. Hij is uitgesprongen, maar ik heb nog maar één Great Ball. En die heb ik misgegooid. Ik heb nu geen Pokeballs meer. Nee, dit is echt niet fijn. Oké, we moeten snel naar een Pokestop. We zijn trouwens nu in het bos. In de bush. Wow, joh. Het ziet echt uit als een dolf. Ik weet echt niet waar ik heen moet. Maar we hebben de Pokémon kaart, dus we komen overal uit. Oké, we moeten nu best ver lopen voordat wij een Pokestop komen. En ja, dus als er nu iets spant, dan is het niet leuk. Ik heb geen idee wat ik nu doe. Want ik loop nu gewoon in het bos. Maar ik kan hier geen Pokémon vangen. Ja, maar even echt, ik vind generatie 2, vind ik wel vet. Meer dan 80 nieuwe Pokémons. Ook als je eentje wil evolueren, heb je daar bepaalde items voor nodig die je uit de Pokestop moet halen. Alleen, ik heb nog geen idee wat er slecht of goede Pokémons zijn. Want met de Pidgey weet ik al, oh, dat is heel slecht. En een Balbazar, ja, het is iets zeldzaam, maar een Charizard, als ik die zie, hohoho. Maar nu met de nieuwe weet ik echt nog niet of iets goed of slecht is. En ik weet de namen nog niet eens. Dus gaan we nog een beetje achter zien te komen. En ik heb ook een voordeel, want ja, het is vandaag vrijdag. Het kwam vanochtend uit. En ja, vandaag zat ik van 9:30 tot 10:00. Dus ja, ik kan lekker naar huis. Nu zit iedereen op school omdat je lekker al Pokémon te spelen. Wacht, we lopen helemaal fout. We moesten daarheen. Oh nee, zo kan het ook. Wist ik wel. Oh, wat is dat? Wow, hij heeft propellers. Oké, die wil ik zien. Oké, ik kan hem niet vangen. Ik heb geen Pokéballs. De Hop-Hip? Hij heet Hop-Pip. Kijk. Met zijn propeller. Kijk hem stoer zijn. Ik weet niet of deze zeldzaam is. Ik heb hem nog geen één keer erbij gezien. Ik wil hem hebben. Ik ga rennen. Tot zo. Oké, ik heb nu dus even snel. Nu in totaal 6 pokestops gehaald. Boe, wat is dat? Een pineberry. Oké, dat is dus ook nieuw. Geen idee wat het is. Feed this to a Pokémon to make it drop more candy. Heus, dat is vet. Dus als je die berry aan een Pokémon geeft tijdens het vangen. Ja, dan geeft hij dubbel candy. Super handig. Alleen één probleem. En dan moest ik vanaf daar naar daar rennen om al de pokestops. Maar ik had er dus 6 gedaan. Van mijn statief die ik nu hier onder heb. En één pootje is tijdens het rennen gevallen. Dus ik heb geen idee of ik hem kan vinden. Ik hoop het. Ik hoop ook nog dat die propeller mafkeest er is. Maar denk ik weer helaas niet. Dus nu onderweg niks gespand, zie ik. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen als ik op de hoekje ben. Ja, dat gekke propellergassie is er nog. Yes. Hop-Pip, goeie naam. Wat ik me dan afvraag, hè. Hoe zijn ze op die namen gekomen? Oh yeah. Alsjeblieft, blijf erin. Hop-Pip. Beam. Register to Pokédex. Maar ik vraag me echt af hoe ze op die namen komen. Weet je, ik ga hier gewoon rond in het bos lopen. Ze spannen ook wel een nieuwe. Dus ja, dan ga ik even daarheen. En dan zie ik jullie weer als er eentje is gespand, hè. Ik ben nu ergens hoogst gekomen. Beam. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is best wel hoogje zo. Ik zit nu een beetje op het hoogste punt. Hier beneden is een beetje bos. Daar zo. Dus ja, ik zit gewoon op een groot platform hierboven. Maar wat we gaan doen, ik ga niet voor niks hierheen. Maar het schijnt dus ook dat er een nieuwe Eevee-evaluatie is. Dus die ga ik nu testen. Ik hoop dat ik niet de oude krijg, maar echt een nieuwe Eevee. Je weet al die video dat ik een Pyro kreeg. Ik weet niet hoe het in het echt heet. Mijn eerste 1000 Pokémon. Nu heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Pokémon's boven de 1000. Ja. Maar wat wij gaan doen, wij gaan mijn hoogste Eevee even evalueren. En hopelijk krijgen we een nieuwe. Oké, je ziet dus Vaporeon, Sparky. Ik heb Sparky nog niet teruggegaan. Flareon. Nu mijn hoogste Eevee is deze. Niet zo heel hoog, maar we gaan hem evalueren. En hopelijk krijg ik de nieuwe. Staat ook een vraagteken bij. Ik hoop dat er een nieuwe is. Ik ga hem nu evalueren. Hier staan, jullie zien het al. Waarschijnlijk, weet niet of die nieuw is. Mijn telefoon ligt daar. Oké, is die er? Ik ga nu kijken. Nee. Oh, gewoon een Flareon. Nee. Er zijn 2 nieuwe Eevee evaluaties. En ik dacht, yeah, maar nee. Dus laten we
we verder gaan, ga je weer naar beneden. Wow, 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 wow. Daar zo, en we zijn hier naar beneden gered. Dus laten we verder gaan met het avontuur. Oké, hier midden op het pad ligt een boom. Zo van, hey, Dora be like. We moeten er overheen klimmen. We moeten hem optillen. Ik loop gewoon om het pad heen. Kijk mij swaggen. Kijk dan, er liggen gewoon allemaal bomen hier zo. Wow, hier nog die eindtakken. Dus ja, maar op zoek naar Pokémon. Er komt dus een ei uit de 5 kilometer ei. Ik heb er 2 als het goed is. En ik weet niet of er ook nieuwe Pokémon's uitkomen van de 2e generatie. Dus we gaan nu testen. Klik. Ben benieuwd welke ik krijg. Ik hoop even eentje die ik nog niet heb. Dat is altijd wel chill. Een Oddish. Nou, hij is op zich handig, maar ik had hem al. Ik heb ook al de Gloom, maar volgens mij is er in de nieuwe update een nieuwe evaluatie erbij gekomen. Als ik het goed heb hoor. En nog een eitje. Piem. Oh shit, daar zijn de mensen altijd zo ongemakkelijk. Wat komt eruit? Een Meowt. Heb ik helemaal niks aan. Oké, we moeten nu nog 6 kilometer. 6 meter. En daar zei ik het gewoon nog een keer fout. Ik bedoelde 600 meter. Voor 1 5 kilometer ei weer. Maar we gaan natuurlijk weer even 2 inzetten. Dat kan niet meer. Nee, dat waren die dingen dat je maar 3 keer kan gebruiken. En ik heb hem al 3 keer gebruikt, ja. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Yeah. Ik denk dat ik nu weer even een beetje naar de wijde wereld ga. Wijde wereld bedoel ik een beetje met straten, je weet wel. Nu zit ik hier in het bos en zijn hier geen pokestops. Dus ja, spant hier denk ik ook wel iets minder. Dus ik ga nu even naar de wijde wereld. En dan, ja, bank. Moet ik even testen hoor. Afgekeurd. Geen idee wat dat moest zijn, maar ik ga nu naar de wijde wereld met allemaal pokestops. Let's go. Lekker lopen. Doei bos. Oké, er spant gewoon een random vogel naast me. Geen idee wat het is. Wow, hij ziet er eng uit. Heb ik ook andere balletjes? Oké, ik gooi gelijk een ultrabal. Ik heb er nog maar 1. Yes. Ik hoop dat hij erin blijft zitten. Geen idee wat het is, maar ik heb... Wat de... Oh, hij glitcht. Geen idee wat voor of het goede is, maar ik had hem nog niet. Dus ja, dat is wel handig. Gotcha. Murkrow. Echt, die namen zeggen me nu nog echt helemaal niks. Hey, Gister 2 Pokédex. Altijd mooi. Of het is een laatste evaluatie, of het is gewoon een Pokémon die niet geëvalueerd kan worden. Maar ik ga nu echt naar de bewoonde wereld. En ik ben thuis aangekomen. Ik ga zo weer naar buiten, maar ik ging even hier om mijn camera op te laden, maar er spant een Jinx in mijn huis. En die had ik nog niet. Dus die ga ik vangen. Lijkt me logisch. Oké, we gooien even een berry over de hoofd heen. Alsjeblieft. Oh, hebben we hem? Got him. Yes. Jinx, ik had die nog niet. Oké. Okay. Nou, die is wel gewoon in de eerste generatie was die er al. Maar wel super vet dat hij gewoon in mijn huis spant. Ik ga nog even mijn camera opladen en dan ga ik weer naar buiten. Tot zo. Oké, we zijn hier nu bij de lopende piemel. En er spande een Furret. Geen idee wat het is, maar ik vang hem wel, want ik heb hem niet. Deze is ook van de nieuwe generatie. Ik weet er echt gewoon nog niks vanaf. Got him, we hebben hem. Natuurlijk in de Pokédex. Oeh, een Ekans. Oké, deze is wel van de eerste generatie, maar ik heb hem nog wel nodig voor een Arbok, want die heb ik nog niet. Oh nee, dit is mijn laatste Pokéball. Blijf erin. Dit is mijn laatste Pokéball, dus hij moet erin blijven. Yes. Oké, we gaan gelijk naar Pokestop, want ik heb geen Pokéballs meer. Dat is niet handig. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oké, de spant hier in zijn gek bolletje. Geen idee wat het is, maar ik vang hem. Bim. Oh, bim. Excellent. Wow. Oké, ik gooi een excellent. Register to Pokédex. Die evolve hierna heb ik al. Dat is flex. Ook een L'tje. Even draaien. Oké, deze vang ik ook nog wel. En dan ga ik denk even naar het bos weer. Yes. En ik ben in het bos aangekomen. En er spant een Wooper. Vroeger toen ik Pokémon Diamond speelde, had ik ook een Wooper. Dit is de enige Pokémon die ik herken in generatie 2. Dus ik hoop dat we hem hebben. Yes, we hebben hem. Volgens mij is deze wel iets zeldzamer, want deze spant echt iets minder. Die andere heb ik echt super vaak gezien in deze haast nog in één keer. En daarnet onderweg hierheen heb ik ook even een paar pokestops gepakt. En jawel, ik kreeg... 10 kilometer ei. Dit is mijn tweede 10 kilometer ei die ik pas heb. Toen ik eerder een 10 kilometer ei was ik level 3. Nu ben ik level 21. Maar ja, ik moet eerst even die andere ei laten uitkomen. Eerder deze video had ik een Eevee geëvalueerd in de hoop dat een andere Eevee werd. Dat was mogelijk. Alleen je kan die Eevee ook een naam geven. Net als bij Pyro en die andere. Ik weet die naam even niet meer. Dat je een water en dinges kreeg. Maar nu is de Umbreon en nog eentje. Je moet een bepaalde naam geven en dan krijg je die. Dat zoek ik zo wel op. Dus we moeten nu nog 4 Eevees. En dan ja. Dan kunnen we hem dus evalueren. Dan kunnen we testen. Vliegtuig. Ja, daar gaat hij. Boah, die was echt dichtbij. Leek echt op een stuntvliegtuig of zo. In ieder geval moeten nog 4 Eevees. En dan kunnen we hem evalueren weer naar een Umbreon en iets met een P. Dus ja, we hebben eigenlijk 4 Eevees nodig. Of 2. En we gebruiken de Double Candy Berry. Dat is een goede Tigo. Oh, een Horsie. Die heb ik ook nog nodig. Want dan kan ik weer een... Ik weet niet hoe die heet. Hierna komt er dus eentje. Die heet volgens mij een Seedra. Ik weet niet zeker. Een Seedra. En in deze update komt er ook een nieuwe Pokémon na de Seedra. Dus dat is echt super fijn. Dus we lopen even weer wat verder het bos in. Ik ben denk te laat. Holy shit. Mensen, ik vlog nu snel. Er rent daar een hertje. Holy shit. Nee, ik kan hem niet meer vinden. Ja. Nee. Ah, poepzooi. Oké, het was net een beetje verwarrend wat ik deed. Maar ik deed mijn camera weg. En ik zag opeens een hertje. Ik wou echt best dichtbij wegrennen. En ik wou het filmen, maar ja. Nee, ik kan hem nu niet meer vinden. Nee, oké. Ik ga me nu weer focussen op Pokémon. Oké, er spant weer zo'n gekke vogel. Ik ga hem maar gewoon vangen. Nee! Stom de vogel. Springt hij over mijn bal heen. Yes, nice. Gaat hij eruit? Nee, je moet echt nu super ver lopen voor een pokestop. Ik moet echt in het bos echt gewoon niet goed. Waarom doe ik dat? Ja, we hebben hem. Ik ga wel weer de route lopen om een statiefpootje te kunnen vinden. Wow, kijk dit. Dit is gewoon een boom die is omgevallen, hè? Oh, je ziet hem daar ook echt gewoon doorlopen nog. En hier zo echt zo van. Bruh. Dus ja.
Nou, leuk. Nou, niet voor die boom, maar wel grappig. Oké, ik ga, laat nog even zien wat je nog meer kan in de update. Want je hebt ook gewoon Pokémon's in generatie 1 die je naar generatie 2 kan evolueren. Dus ja, kijk, hier hebben we een Onix. En als we daarop klikken, zien we dat we kunnen evolueren naar een Steelix. Dat is dus nieuw. En je hebt er ook één dingetje voor nodig die je uit de Pokestop kan krijgen. Dus het is allemaal een beetje anders. En ook als je eentje gaat evolueren, zie je een icoontje naar wat die gaat evolueren. Dus ja, er zijn veel updates. Ook als je een Pokémon vangt, dan kan je in één keer een berry kiezen en de Pokéball. Het is allemaal een beetje veranderd. Dat is op zich wel fijn. Niks in de buurt. Boy, je kan hier gewoon vierkant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, oké, stop al. Geen idee wat ik moet voorstellen. Dus ik loop hier in het bos. Ik ga mijn avontuur denk ik voortzetten en even zoeken naar een Eevee. Als ik het nou eerder wist, dan hadden we nu al zo'n Pokémon kunnen hebben. Maar nee, ik moest het weer gewoon even gaan. Oké, ik had net nog een Eevee gevangen en dubbel candy gedaan met zo'n berry. En ja, ik denk dat ik maar weer naar huis ga. En ik ben weer thuis aangekomen. En voor de mensen die denken, waarom paas zo raar, eigenlijk heel de video verkouwen. Dus ja, in ieder geval, ik kan hier gaan zitten en ik zie... Oh, een eitje. Tangela, maar die heb ik helemaal nog niet. Of Tangela of Tangela of toef, 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 toef. Maar in ieder geval, hier ben ik super blij mee. Die had ik nog niet. En vandaag was er ook nog een ei geopend. En ik was net op tijd mijn film, maar ook er niet. Dus ja, dat is dus dit. En ik kreeg een pincer, dus was niet zo bijzonder. En het is me dus niet gelukt om vandaag een Eevee te vangen. Om, ja, zeg maar, ja, de nieuwe, ja. In ieder geval, bedankt voor het kijken deze video. Voor het leuke video, laat dan even nog een duimpje achter. Laat hier beneden een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie... Later mensen.